Joeri Stubenitski leest nieuws voor de NOS, maar moet soms improviseren als hij ziet dat zijn tekst niet helemaal klopt. En ach, dan smokkelen we er toch gewoon een dagje bij. Ja, jongens, dit duurt even. De ministerraad besluit vandaag hoeveel gas er komend gasjaar uit de Groningse bodem mag worden gehaald. Maandag wordt de uitkomst in Groningen bekendgemaakt. Een gasjaar loopt van 1 oktober tot 31 september. Gaswinningsbedrijf NAM krijgt dan ook voor 1 oktober definitieve gasbesluit. Ja, daar zit je dan met die papieren. Dan moet je ter plekke iets van maken. Eerst gas en dan gasjaar. Groningen. Ja, heel stilistisch armoedig berichtje. Weet je nog waar het verhaal over ging? Nee. Het gaat volledig langs. Ja, dat ben je helemaal kwijt. Ja. Helemaal. Ja. Om op Zwart zit sinds september naast 2 keer Diep in de Nacht van Radio 1. Ook 1 keer op zondagavond op 3FM. Van 10 tot 1 s'nachts. Jij hebt er ook naar geluisterd, Rick. Ik heb doorgestuurd zelf. Ja, ja, precies. Wat anders heet die show. Dat is het zeker. Vanaf de start is dat al bijna hoorbaar. NPO 3FM, Omroep Zwart. Bent en Veronica. Ja hoor, wij zijn hier, wat anders. De tweede aflevering. Hier dan de beste nieuwe muziek. Zoals wat deze, anders. Elijah Waters. 3FM. Het is bijna jammer dat je de beelden er niet bij hebt. Hij presenteert zonder koptelefoon. Ja, maar wat is er nou verkeerd aan? Nou, hij zit zelf aan... wat is dat? Ik vond het wel mooi dat hij onverstaanbaar was. Die opening, je oefenloos gelul. En nu hoor je gewoon lekker muziekje en duidelijk. Maar ik heb het programma gehoord. Dat is heel raar dat het op 3FM wordt uitgezonden. Want ze draaien non-stop muziek die niemand kent. Uit Nigeria en weet ik wat. En dat, wie doet daar plezier mee? Nou ja. De Omroep Zwart zelf. Maar als disjockey mag je wel verwachten dat je in ieder geval een beetje kan schuiven. Ja, hij verdrinkt volledig in die jingle. Hij crasht ook nog in die jingle. Dus hij maar hij heeft geen koptelefoon op. Nee. Het is echt bizar. En hij staat heel verbaasd te kijken. Het is kennelijk klaar nu de jingle. De show lijkt begonnen te zijn. Ja. Het is afgelopen. we vinden het leuk als een nieuwe show. Maar ze moeten het wiel zo live on air uitvinden overal. Dat is toch wel een beetje raar. Bel zieke Omroep Zoetermeer en ga nog een jaartje oefenen. Ja, zoiets. Ja. Jongens, ik heb Mieke van der Wij weer in de bloeperrubriek weten fietsen. Ze begaat hier eigenlijk een journalistieke blunder. Niet zozeer een andere soortige blunder. Want met het oog op morgen, een NOS-programma maakt haar eigen nieuws over de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Mieke roept Lula vast tot winnaar uit. Maar dan leert Mieke van de correspondent live op zender bij. En ze zingt ook nog mee met de plaat, let op. Lekker plaatje toch, ja. Sergio Mendes. Ja, we gaan naar Brazilië. Dat land kiest vandaag een nieuwe president. En er zijn twee grote kanshebbers. De huidige president Bolsonaro en de man die tussen 2003 en 2010 het land van meer dan 200 miljoen inwoners leidde. Dat is Lula. Maar we hebben al gehoord dat Lula in ieder geval de nieuwe president gaat worden. Goedenavond, Nina Yuna in Rio de Janeiro. Goedenavond. Ja, de stembussen zijn nu ruim een uur dicht. Heb jij nog nieuws? Ja. Er zijn nu iets meer dan 5% van de stemmen geteld. Het gaat dus traag. Maar dat kan zo op een gegeven moment sneller gaan. Maar op dit moment is er nog niet echt iets te zeggen. Er zijn een aantal deelstaten in het zuiden geteld. Nou, daar is Bolsonaro sterker. En die loopt dus nu ook met 48% voor op 41% op Lula. Maar nogmaals, het is 5% van de stemmen. Het is een gebied waar Bolsonaro's aanhang zit. Dus er is eigenlijk nog niks over te zeggen. Nee. Ik verwacht dat het in de loop van mijn avond en jullie nacht echt duidelijk gaat worden. Dus dan moeten we ook afwachten of het in één ronde beslist is. Hè? Ja, je kunt dus nog niet zeggen dat Lula president gaat worden. Dat deed ik wel, maar dat had ik helemaal nog niet kunnen doen waarschijnlijk. Nee. Mieke. Nee. Dat is het hem juist. Dat geldt ook voor meer dingen die je zegt. Ja. Jeroen van Inkel worstelt zich door de Radio 2 weekenden heen. En de luisteraars hebben het daar ook moeilijk mee. Hoewel, daar gaat het vooral over de muziek. Dan draai je 0800-1122 en dan kom je bij ons in de uitzending. En dan mag je zingen. Ik zeg, zingt u maar. Wat een alle Jezus kanker hoerenmuziek draaien jullie daar. Oké. Nou, dat is een duidelijke... Daar hangt een nieuw
iemand aan de lijn? Ja, zing u maar. Snel door, niet over ja, nee, snel de volgende. Dood zwijgen. Wat ik echt het mooiste vind, is de producent of de producer van dit programma. Ja. Die wanhoop. Kan je het moment nog één keer laten horen? Ja, ja. Die wanhoop van haar. Maar ja. Echt, we hebben nog iemand dat ze dat Dan draai je 0800-1122 en dan kom je bij ons in de uitzending. En dan mag je zingen. Ik zeg, zingt u maar. Wat een alle Jezus kanker hoerenmuziek draaien jullie. Oké. Okay. Weg. Nou, dat is een duidelijke... Daar hangt een nieuw iemand aan de lijn. Terwijl het is helemaal niet erg, hè? Laat het gewoon gebeuren. Maak daar iets van. Ja, maar je schiet je natuurlijk... Waarom? Dat kan toch altijd? Jawel, maar... Zeg je nou, subtiel, dat komt niet saai. Wat een fijne mening. Als je live gaat prikken, dan heb je echt dit soort... Precies. Ja, en nu, het is het ongemak van zowel Jeroen als de producer... waar je vooral op blijft hangen. Ja. Zij heeft het slecht geschreven, laat ik het zo zeggen. Ja. Herman van der Zand in Met het Oog belt met de Caraïbische correspondent Dick Draaier. Prachtige hoorspelnaam trouwens. Dick Draaier. Ja. Over de gevolgen van de klimaatverandering op Bonaire. Daar is van alles aan de hand, maar het klimaat voor honden is er uitstekend. Ja, dus voor de economie van Bonaire zou dat ook desastreus zijn. Dick Draaier, goedenavond, correspondent voor Caribisch Nederland. Goedenavond, Herman. Liggen ze op Bonaire wakker van zo'n rapport? Het onderwerp leeft wel, maar bij een beperkte groep dus en bij de politiek. En die laatste groep, dat is in ieder geval mijn indruk, die heeft klimaat overigens op haar agenda staan. Omdat er een agenda van Nederland is waar geld mee gemoeid is. Dat is in ieder geval mijn indruk. Maar is het dan niet gek dat je vanuit daar, laten we zeggen, Nederland ziet, Europees Nederland, waar van alles wordt gedaan om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, maar dat het op de eilanden achterblijft? Ja. Ja. Het is echt, ja. Ik zei net over de bloopers, meer bloopers. Zie je wel. Je bent zo veranderlijk als meer. Ja, ja, ja. Ja. Dubieuze Twitterberichten van Forum voor Democratie, parlementariërs. Dat gaan we eens bespreken in het Radio 1-journaal met Geert-Jan Knoops. Maar dan is er weer censuur van die linkse NOS. Want zodra de heer Knoops wil praten, dan hapert de verbinding. Daar moet iets achter zitten. Waarna het taalgevoel van de presentatrice ook hapert. Let goed op. Ik ga daarover verder praten met hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA en strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een minister, twee ministers, tegen een volksvertegenwoordiger. Hoe bijzonder is dit? Ja, dat is best bijzonder. Verandert dat iets juridisch? Nee, dat verandert het. In die zin verandert het wel als de heer Van Houdingen dit is gedaan in het parlement. Meneer Knoops, de verbinding wordt ineens een beetje lastig. Kunt u de telefoon ook pakken? Dan hebben wij hopelijk een goede verbinding met, een betere verbinding met u. Ja, prima. Wat kon je voor taal, Harm? Ja, min 2. Hier hebben alle radiostations problemen mee. Hè? Ja. We kunnen naar de maan bellen, maar een normale, fatsoenlijke 06-verbinding. Radio 1 is niet... echt met stip op 1. Nou, nee hoor. Ik hoor ook wel de meeste verbindingen natuurlijk. Ik hoor het overal. Ja. Maar het blijft natuurlijk. Ja. Wij eten ervan, hè, jongens. Ja, dus blijf maar lekker doorstoelen. Over eten gesproken, nog steeds heeft Petra Possel haar mond vol van een kookprogramma op NPO Radio 1. Ze strijdt hard voor het behoud van mandjaren. Alleen kan ik het niet zo goed verstaan. Natuurlijk, alles wat je maakt met zwarte tahin wordt grijs. Grijs en muffig. Maar je kan er heel lekker mee bakken. Maar als je... Want we zitten nu... We zijn heel erg gommels geconcentreerd. Nou, ik heb mijn mond ook vol. Dat mag helemaal niet. Maar goed. Mag van mij. Elke keer als wij het hadden over een kookprogramma, Harm, van eigenlijk kan het niet. Toen werd er bewezen dat ze wel degelijk een mooi programma over koken konden maken. Maar sinds ze weten dat ze moeten stoppen, is het helemaal mis. Een glijdende schaal. Het giert de theevalpan uit. Ja. Oh, wat leuk is.